De woningeigenaar maakte zich zorgen over verschillende scheurvormingen in de gevel. Was bang dat het huis aan het verzakken was en heeft ons gevraagd om advies uit te brengen. Of de aanwezige scheurvorming wel of niet problematisch is voor deze woning. Nou, aan de rechterkant zien we eigenlijk op de kniek vanuit de tweede, derde gording zien we wat diagonale trapscheuren lopen. Op zich allemaal niet heel erg verontrustend. Ook hier onder het kozijn overigens. Hier zien we wat scheuren lopen. Die is al eens een keer eerder hersteld. Hier zien we een trapscheurtje lopen. Die is ook al eerder hersteld.